Ik ben hier bij het genomineerde Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Ook wel liefkozend het natuurhistorisch genoemd. In dit museum is er aandacht voor de natuurhistorie van de regio Rotterdam en ook voor de rest van de wereld. Nee, ik ben op zoek naar de dode mus. Want dit zijn dode dieren met een verhaal. Kijk eens hier. Hier heb je hem. De dode dominomus. Opgezet en wel. Hij had een aantal jaren geleden in Leeuwarden 23.000 dominosteentjes omgegooid. Toen hij daar in die hal rondfladderde. En toen hebben ze maar doodgeschoten. Ach hier, ja. De McFlurry-egel. Ja, zo'n egeltje vindt dat lekker. Gaat er met zijn koppie in. Komt er dus niet meer uit. Gestikt in een McFlurry. Ja, dat is leuk. De kamermuis. Daar zijn nog vragen over gesteld. Kamervragen door Marianne Thieme. Een beroemde muis. De jury heeft het museum genomineerd vanwege haar wetenschappelijke ambitie. En omdat ze zeer bewust bezig is met presentatie en collectie. Zo valt er op de tentoonstelling Uitslovers een heleboel te leren. Bijvoorbeeld, wie heeft de grootste muil? Is dat de Peruaanse roofpotvis of ik? Juist. En deze knappert is ook een uitslover. Weet je hoeveel die kan drinken? In 10 minuten 135 liter water. En het wordt allemaal opgeslagen, onder andere in dit rugzakje. En dan in de categorie uitslovers een snoek van 1,25 meter. Die denkt dat hij een snoekbaars van 78 centimeter in één hap naar binnen kan krijgen. Mooi niet dus. Hij is erin gestikt. Ja, de presentatie en het verhaal. Natuurlijk de verhalen achter al die dieren. Het is uniek. Ik begrijp de jury wel waarom ze het natuurhistorisch genomineerd hebben.